Het eerste item gaat over het belang van een reddingsvest. En soms stappen we in een boot. Er zijn zoveel dingen gezegd, meneer. Zo af de vest vist die zodanig dat deze man allemaal weering. Maar Mas gaat eraan werken dat een bewustwording komt op gang. We gaan eerst luisteren naar iemand die nauw betrokken is met de verschillende boothouders. En dat is iemand uit Kommerwijnen. En zij gaat ons uitleggen, zang naar ervaring. En bakka dat hij daar horen we vanuit. Iemand van de maritieme autoriteiten Suriname. Die aangeeft, vading oroko in een campagne procesvoeding in een nieuw moestande naar Uvesi. Wij moeten benadrukken en ik als voorzitter bij elke vergadering laat ik de boothouders ook zien hoe ze moeten omgaan met die ding. Er moet geen moment, ja, deze kwestie wat veiligheid met vesten, de vesten omdoen, ja, te laten liggen. Want een ongeluk schuilt in een hoek. Nu is het ook zo dat de passagiers zelf, ja, ik zie het ook bij andere trajecten, ze weigeren om de vest te dragen. En als ik natuurlijk vraag van waarom, ja, mijn crossies kring, mijn garroko, dan mijn pot asanamu. Anderen zie ik wel dat ze heel verstandig zijn. Ze lopen met een soort plastic en zetten een plastic eronder, ja. Dus er zijn verstandige passagiers. Maar nogmaals, het is nog niet wat het wezen moet. Dat ga ik extra benadrukken. En nogmaals, bij elke gelegenheid, als we in een boot met de passagiers, met de boothouders, te benadrukken hoe belangrijk het is om die zwemvesten aan te doen. Ik neem ook een duikje in die boot zelf om te kijken, want het is ook mijn verantwoordelijkheid om toe te zien dat de bootouders daaraan voldoen. De zwemvesten liggen daar. Ik noem het een plafond van de boot, hè. Die liggen daar en de passagiers die kan het daar pakken. Maar nogmaals, de bewustzijn is nog niet voldoende bij de passagiers, ook bij de boothouders. En als ik de boothouders daarover heb, zeggen maar mevrouw Sadi, spitsuur, alles malunko in aboto. Ja, je zegt ze moeten het aandoen, ze weigeren. Ik zit natuurlijk, of ik vaar niet, daar gaat mijn brood eraan. Of ik neem ook het risico. Dus ik denk dat wij een campagne moeten voeren, boothouders, bestuur, om dit extra te benadrukken. Maar nogmaals, ik ben nog niet tevreden omtrent dat stuk van veiligheid met die zwemvesten. Ik haast me, kijk, ik kan het wel permitteren, want ik ga niet alleen meer zorg Plattebrug de oversteek doen. Ik ga Allianz Rustwerk. Ik koop een zwemvest, ik hou het bij me. Elke gelegenheid, het blijft gewoon in de auto. Het moment dat ik in een boot stap, doe ik hem om. Omdat natuurlijk, ik begrijp, soms zien de zwemvesten er zo uit, noem maar op. Maar nogmaals, ik heb het voorbeeld gegeven van iemand die met een plastic zak lopen om hun kraag van hun hemd. Nou, dat is toch prima. Misschien de volgende keer maak ik een foto daarvan en dat moeten we breed uitmeten. Maar nogmaals, het is nog niet wat het wezen moet. Er is nog veel werk daaromtrent. We hebben de politie die ons ook helpt met de controle. Dus wat het is, je wil de mensen zoveel mogelijk informeren, weet je. Veiligheid staat centraal, weet je, zodra je in een vaartuig komt. Dus de bestuursambtenaren, die zijn ook getraind, van Paramaribo Noordoost zijn getraind. Ze lopen mee met de MAS. Ik denk dat ze de komende maand juni ook dan zelfstandig kunnen helpen met de controle in Paramaribo. Dus het loopt wel. En we hebben toch wel wat zaken gehad, boothouders, die overtredingen hebben gepleegd. En dat er opgetreden is tegen ze. En wat zijn de sancties tegen zulke boothouders? Je wordt uit de vaart gehaald. Toch? Dus voor een bepaalde periode word je dan uit de vaart gehaald. Als men je betrapt dat je toch vaart, dan word je langer dan. Dan wordt die straf alleen maar meer voor jou. Hè? En wat is jullie opgevallen tijdens de controles, de extra controles die zijn uitgevoerd? Overvolle boten. Dus als een boot bijvoorbeeld 24 passagiers mag vervoeren, dan heeft die 26 of 28. En dat je ook mensen hebt die niet alle passagiers hun reddingsvest aan hebben. Ik zal niet zeggen dat men niet ervoor kiest. Men heeft
heeft zoiets van, ja, er gebeurt nauwelijks een ongeluk op de Suriname rivier. Dus een reddingsvest is niet nodig. Maar je hebt geen voorzienigheid om te weten wanneer het probleem zich voordoet. Dat je dan pas je reddingsvest gaat aandoen. Hetzelfde concept wat we hebben gehanteerd met de commissariaten, want de MAS heeft geen dependance in het binnenland. Dus de samenwerking zal met de commissariaten zijn, de mensen zullen getraind worden. Ik denk dat we ook nu, zijn er al afspraken met het commissariaat van Kommerwijnen. Bestuursambtenaren daar zullen ook getraind worden. En dan gaan we gewoon het lijstje af van de binnenlanden. We zijn nu in de maand juni, gaan we het boven Suriname gebied aandoen. Men zegt jong geleerd is oud gedaan. We gaan met de schoolkinderen beginnen. De schoolkinderen die met een boot naar school gaan, die zullen we voorlichten over het reddingsvest en alle gevaren. Weet je, want het is niet alleen een reddingsvest. Als die boot te vol is, dan is de kans zo groot, hè, dat die omslaat. Dus al dat soort dingen, dus veiligheidsadviezen geven aan de kinderen. Dus we gaan echt met de jeugd beginnen en dan gaat het top. Want dan leer je ze ook van, hey, je gaat met een schoolboot. De schoolbootbestuurders, die zullen ook getraind worden. En ook dat ze weten van, je vervoert kinderen. Weet je, het is een gedeelde verantwoordelijkheid, die veiligheid. Iedereen, we moeten op elkaar letten. Want de MAS kan, gelooft u mij, niet overal tegelijk zijn. Waar het om gaat, je bent niet daar, dus die controle is niet up-to-date. Maar als we dat gaan opvoeren en de mensen zien van, hé, er wordt gecontroleerd. Men let erop, weet je, als we de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Dus dan zal die bewustwording dan ook op gang komen. En het is nooit te veel om mensen te informeren. Toch, je worden niet moe. Toch steeds aangeven van, weet je, let erop, reddingsvest, weet je. Dus we zijn echt wel bezig, daarom gaan we het echt met de schooljeugd. Maar het wordt een landelijk ding dat we gaan uitvoeren, dus die campagne. Zowel boven Suriname, daarna nemen we, denk ik, in de maand juli, nemen we dan boven Marowijnen. Dus we zullen dit landen. De straat.